Yes, yes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17. Mijn naam is Victor en vandaag gaan we weer in super tof doen. Ik blijf het iedere keer bij Farming zeggen, maar het is ook gewoon de hele tijd tof. Dus laten we snel beginnen na de intro. Ik ben niet alleen vandaag, maar ik ben ook met Tuur. Tuur, hallo, hoe is die ermee? Hallo, goed. Het is alweer een weekje geleden natuurlijk. En ik dacht, laten wij vandaag gewoon eens iets leuks doen. Laten wij eens een leuk uitje doen en naar een tractorpool gaan. Dat is wel leuk. Ik neem jou mee. Ik heb alleen geen geld. Dus dat gaat heel moeilijk worden om je te tracteren. we laten het even zien. We hebben het iets gedetailleerder gemaakt vandaag. Het is een tractorpool. Mocht je even niet weten wat dat is, nou, hier komt hij in het scherm. Nou, zoiets gaan wij dus vandaag ook doen. Hier zo de ingang. En ik ben er zelf ooit al eens een keertje geweest. Volgens mij jij nog niet, Tuur? Nee, volgens mij dat is in Rotterdam. Toen was ik heel klein, toen ging ik altijd ieder jaar met mijn vader naar de tractorpool. Dus je hoeft maar echt niet te vertellen hoe dat allemaal in zijn werking daar gaat. Maar we hebben het een beetje op zo'n farmings gemaakt. Hier hebben we een hele mooie tribune gemaakt. Daar hebben we best wel wat werk in kwijt. Aan de andere kant hebben we nog een prachtige tribune. En even kijken, hier hebben wij nog een deel waar gewoon publiek kan staan, zeg maar. Dus echt de staanplaatsen, als het ware. Tuur, ik zou zeggen, laten wij naar de baan gaan, want wij zijn geen publiek vandaag. Oké, okay, en hier staan nog een ploeg en een cultivator om de baan een beetje op orde te brengen. Wij gaan 3 rondes doen. Het is heel erg simpel. Eén keertje gaan we met een Ford, één keertje gaan we met, volgens mij is dit een Dodge, maar dat weet ik niet zeker. Hij heeft in ieder geval een prachtig geluid. En we gaan een keertje met deze goedkoopste tractor. Nou, wat gaan we dan doen? Hier hebben we een kar met flinke gewichten erop. En die gaan wij dan meeslepen. En degene die, als Tuur de 2 wint, heeft Tuur gewonnen. Heb ik er 2, dan heb ik gewonnen. Zo simpel is het. Laten we beginnen, Tuur. Met welke wagen zullen we beginnen? De Skip. Zullen we dat gewoon doen, de Skip? Ik vind het ook wel leuk. Ja. Oké, nou, dan gaan we dat doen. Voilà, hij staat. En volgens mij is dit best wel, gaat dit echt wel leuk worden, Tuur. Ja, okay, heeft het nu gewoon al zwaar. Hij heeft het nu al zwaar. En ik ben toch blij dat ik dat gewichtje van voor erop heb gehad. Want ik denk, weet de echte tractorpool, dan gaan ze meestal stijgen. En ik ben heel benieuwd of je dat eraf haalt. Of dat dan ook het geval is. Oké, laten we eventjes gaan staan op de startlijn. En dat is natuurlijk bij de lijn hier zo. Jij mag nog ietsje naar voren. Het is dus de bedoeling wie als eerste over de rode lijn daar komt. Die heeft gewonnen. Ik zou zeggen 3, 2, 1, go! Oh! Oh! Oh, daar gaan we! Oh, dit is gaaf. Dit is echt gaaf, moet ik zeggen. Ik vind dit een leuk idee van ons. Je hebt toch niet bij Deone een betere motor gestopt, hè? Nou, zo lijkt het wel, maar het is echt niet het geval. Maar wel over daar! Oeps. Oepsie. Overduidelijk gewonnen, ja. Ik vind het heel raar, maar oké. Okay. Nee, ik heb gewoon 2 keer echt hetzelfde gekocht, hoor. En laat ook even gerust weten wat je van dit soort video's vindt. Want ik vind het wel leuk om een beetje met dit soort banen te werken en zo. En Tuur denk ik ook wel. Ja. Dus laten we zeggen, laat zeker een duimpje omhoog achter en een reactie als jij dit leuk vindt en we dit nog een keer moeten doen volgende keer. Oké, Tuur. En aan jou de taak, of aan jou de eer. Wat gaan wij nu in rijden? Waar gaan wij nu in strijden? En die Ford. De Ford. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat lijkt mij ook heel apart, moet ik zeggen. Oh, maar die trekken wel goed op. Dit keer mag jij de links hebben. We gaan kijken of het echt verschil gaat uitmaken. Ik denk het niet. Ik denk dat het een beetje komt hoe je rijdt op een of andere manier. Ik weet het niet, maar... 3, 2, 1, en go! Oh! Oh!
Nou, Tuur? Uh-oh. Oh! Yes! Overduidelijk, maar... Ik ga bijna twijfelen of die van jou niet inderdaad lichter is, maar... Zoveel scheelt er niet, dus... Maar goed, het staat 1-1 in ieder geval. Heel erg spannend gaat het nu worden. Oh, Jezus. Oké, we gaan even een wisseltruc doen. Het is misschien een beetje een raar punt slash moment om dat nu te doen. Maar wellicht, we willen het natuurlijk wel eerlijk maken. Dus we gaan één tractor van de andere kant pakken. Die gaat Tuur nu pakken en die gaat hij dan hierop zetten. En ik ga dan deze, die dus net hierop stond, ga ik hierop zetten. En we gaan ze allebei gelijk neerzetten. Dus dan moet het echt gelijk zijn. En anders zou ik ook echt niet meer weten hoe dat zou zitten met wie er gewonnen heeft. Dus ja. Dus ja, nou goed. We gaan pakken allebei weer een auto. En dan gaan wij, we gaan ze gereed zetten voor de laatste alweer. En dat is de donkerblauwe Dodge zo meteen. Ja, dit doet mij een beetje denken deze tijd aan de farming afleveringen met Dimitri. Want die was ook altijd zijn held in dat die bochten maken en achteruit rijden en... En Tuur, wat nou als het deze laatste ronde, het staat nou 1-1 natuurlijk, wat nou als het dan gelijk spel wordt? Misschien moeten we dan nog een laatste ronde doen, leeg zonder die gele dingen en dan moeten we nog eens kijken, wellicht. Of gewoon zonder al die dingen en gewoon met de auto of zo. Ik weet niet, of met de, ik weet wel, misschien wel iets leuks. Maar laten we eerst maar eens kijken. Hoe ver we daarmee gaan komen. Zo, tijd voor die laatste bakbeesten. Wat een baaswagen is dit, zeg. Jeetje, Mina. Even aankoppelen. Staat er een beetje scheef voor, dus dat moet eventjes goed gaan. Zo. Wow! Oké. We staan gelijk, denk ik, hè? Ja. Oké. 3, 2, 1, en go! Zet! Ru! Kill! Fuck! Kill! En gewonnen! Ah, oh, wat mooi, wat leuk, wat geweldig. Gewoon gewonnen. Maar... Wellicht wel leuk om eventjes nog die laatste ronde wat wij in gedachten hadden, zeg maar, als het gelijk zou worden, om dat toch nog eventjes te doen. Tuur, wat vind jij ervan? Zullen we dat maar even laten zien? Oké, nou, here we go, daar komt ie. Oké, nou, deze wagens die we nu hebben kunnen helaas niet deze wagens taggen, maar wellicht weten we wel iets anders leuks om te doen. Ah, jullie kennen ze wel. Ja... Tuur, ik stel voor, we doen een rondje. Even kijken hoor. Van deze kant naar deze kant. En dan zeg maar links. En dan degene die als eerste, dus we moeten een rondje maken. Degene die als eerste weer bij de spoorboom is of zo. Ja. Oké. Dus hier een rondje. Ja, oké. Maar jouw wagen staat alleen. Dan mag ik een klein beetje voorstaan, want ik heb dan de buitenbocht nu. Denk ik net, want dat is nu wel belangrijk. Dus zoiets denk ik. Ja, zo. Oké. 3, 2, 1, en go! Oh! Oh! Daar gaan we! Prank! Oh, fuck! Oh, dat gaat goed. Dit gaat niet goed. Tuur gaat gewoon winnen hiermee. Of je moet nog ergens hard tegenaan crashen. Oh. Verloren. Heel erg jammer. Ah, toch was het een te gekke aflevering, kan ik je vertellen. En vond je dit nou ook? Laat dan zeker een duimpje omhoog achter. Tuur, jij ook weer bedankt voor deze aflevering. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!